2022-2023. Het is 2 januari en zoals ik al jaren elk jaar doe, heb ik mijn terug- en vooruitblikdagen weer gehad. Dat betekent dat ik kijk wat het afgelopen jaar allemaal is gebeurd. Wat waren de gave momenten, wat waren de moeilijke momenten, wat waren de leerzame momenten. En dat waren er best wel wat dit jaar. En wat neem ik me voor het komende jaar? Waarom ik dat doe? Omdat ik het belangrijk vind om zinvol met mijn tijd om te gaan en ook zinvol te niksen en zinvol voor me uit te staren. Maar in ieder geval mijn tijd niet te verspillen aan dingen waar ik helemaal niet mee bezig wil zijn. Nou, daar heb ik, weet ik het, sinds 2011 of zo ben ik er tamelijk conscientieus mee bezig. En daar heb ik een manier van werken in gevonden. Als ik het er met vrienden over heb, dan krijg ik met grote regelmaat de vraag, joh, hoe doe je dat nou precies en kan je me dat niet eens uitleggen? Vandaar dat ik de euvele moed bij elkaar heb geschraapt om mijn terug- en vooruitblikproces te delen. Zodat je dat, als je het leuk vindt, ook zelf kunt doen. Dus, als jij denkt, joh, ik mag best wel wat zinvoller met mijn tijd en met mijn rust omgaan. En ik zou het gaaf vinden om wat makkelijker voor elkaar te krijgen wat ik wil. Of in ieder geval de koers recht te houden. Dan is dit filmpje iets voor jou. Ik zal, als ik ergens naar verwijs, de links onder het filmpje beschrijven. Dan kan je alles terugvinden. We delen het op in 4 hoofdstukken. Hoofdstuk 1 is het document wat ik gebruik voor mijn terug- en vooruitblik. Dat is het Year Compass. Hoofdstuk 2 is dat op basis van dat Year Compass je doelen kan beschrijven voor het komend jaar. Hoofdstuk 3 is dat ik dat vervolgens in mijn things, een soort to-do-lijst zet, waardoor het elke week op een bepaald moment terugkomt in mijn to-do-list. En dan kan ik kijken, ben ik nog de dingen aan het doen die ik me voor had genomen? Ik wijk met grote regelmaat van de koers af, maar dan in ieder geval bewust omdat ik het wil en niet omdat het me overkomt. En hoofdstuk 4 is Loxit, een appje wat ik op mijn iPhone heb gezet, waarin ik dagelijks kan gaan bijhouden hoe het met me gaat. Dat doe ik niet elke dag, dat mislukt bij mij zoals bij zoveel mensen ook met grote regelmaat. Maar toch weet ik dat ik sinds 2011 mijn dagen gemiddeld met een 7,4 beoordeel. Ik weet dat ik de gelukkigste momenten heb als ik met mijn gezin ben, als ik op vakantie ben of als ik nieuwe mensen ontmoet. Dat ik steeds meer ben gaan sporten. En ik weet dat het me lukt om steeds meer te genieten van mijn vrije tijd. Nou, dat zijn best wel gave cijfers. Want dan weet ik ook, als ik chagrijnig word, hoe komt dat nou? Nou, omdat ik veel te lang naar een computerscherm zit te staren. Veel te veel met cijfers bezig ben, waar ik echt bloedstollend slecht in ben, et cetera, et cetera. We beginnen met hoofdstuk 1. De Year Compass. En dat is door een, ja, ik ken ze niet eens, maar volgens mij is de groep gewoon enthousiaste vrijwilligers vormgegeven document met vragen. En dat kan je gewoon downloaden. Dus ik link het hieronder als je dat leuk vindt. Wat voor vragen staan erin? Eens even kijken. Ga eens gewoon door je agenda heen en beschrijf dag voor dag wat de hoogtepunten of de dieptepunten waren. Dan vragen ze je, waar ging het om? Op gebieden van familie, werk, eigendommen, vrije tijd, vriendschap, fysiek en gezondheid. En wat wil je laten varen? Waar wil je volgend jaar minder last van hebben? Een trits mooie vraag om terug te kijken op het afgelopen jaar. En als je dat klaar hebt, dan ga je kijken naar het komende jaar. Wat wil je allemaal voor elkaar krijgen? En dat vul ik helemaal in. En dan komt de grap. Als je dit hebt gedaan, dan kan je het in alle rust nog eens teruglezen. En dan kan je zeggen, oké, dus ik wil deze dingen in ieder geval het komend jaar voor elkaar krijgen. Bij mij was het afgelopen jaar, ik wil minimaal 4000 kilometer gefietst hebben. Ik wil genoeg mooie tijd met mijn gezin en dierbaren hebben doorgebracht. Ik wil minimaal 5 gave experiences hebben georganiseerd. Nou, en nog een aantal. Op het moment dat je dat opschrijft, dan heb je je doelen helder. En je kan zelf kijken hoe gedetailleerd je die wilt maken. Dan kan je naar je to-do-lijst. Bij mij is dat Things. Volgens mij werkt dat alleen op een Mac. Dus daar zal je voor een Windows-computer ook andere dingen voor kunnen vinden. Het mooie van Things is dat ze taken op een gepland moment in beeld kunnen brengen. Dus ik schrijf mijn jaardoelen in Things. En 1 keer per week, ik meen op vrijdagochtend, verschijnt die lijst met doelen weer op mijn to-do-lijst. En kan ik dus kijken, ben ik nog bezig met genoeg sporten, met vrienden uit eten gaan, met het genieten van mijn gezin, met gave experiences bouwen, etc. Doordat je er naar blijft kijken elke week, hou je je schip beter op koers. En wat ik heel veel mensen hoor doen, is ik beschrijf mijn doel en ergens aan het eind van het jaar kijk ik of het gelukt is. Nou, volgens mij kan dat veel scherper door vaker te kijken of dat aan het lukken is. Dat is Things.
Het laatste hoofdstukje, dat is een appje, ga ik je laten zien op mijn mobiel. Dat is Loxit. Kijk even mee. Loxit kan je downloaden in de App Store. Bam. En daarin kan je zelf categorieën aanmaken. Dus ik doe dagcijfers en dagelijkse routines. Die dagcijfers doe ik van 10, 9, 8, 7, 6, 5, zo af en toe misschien een viertje. En aan het eind van een dag, meestal eventjes vlak voordat ik naar boven ga, kan ik kijken, laten we zeggen dat vandaag een 9 is. En dan kan ik er nog bij zetten, dat heb ik in dit geval al gedaan, gave dag, want gaaf filmpje gemaakt en lekker gefietst. En dan sla ik hem op. Aan het eind van het jaar kan je dit bestand exporteren. En dan zie je dus in een CSV-bestand de cijfers die je de dag hebt gegeven en waarom je dat vond. Dan kan je gaan zien, hey, door deze dingen te doen vind ik mijn dagen gaver en door deze dingen mee te maken vind ik ze minder gaaf. En daarmee kan je je doelstellingen voor het jaar daarop scherper of leuker maken. Dit appje, Loxit, helpt mij dus om te ontdekken waar krijg ik energie van, waar word ik blij van. Met andere woorden, wanneer vind ik mijn dagen leuker en wanneer en waardoor vind ik mijn dagen minder leuk. Loxit te downloaden in de App Store. Nou, als je die vier eenheid maakt, dus jaarkompas, daaruit je doelen extraheren, dat in een takenlijst zetten waardoor het blijft terugkomen op je vizier en bijhouden in Loxit zodat je bijna dagelijks kan kijken, hey, zit ik op koers? Dat is de manier waarop ik in ieder geval omga met doelen stellen en vasthouden aan de gevaren koers of in ieder geval bewust van de koers afwijken als dat nodig is. Ik hoop dat je er wat aan hebt.